is ook een nieuwe video, Hutkafloris. En vandaag gaan wij de moederwitch. Ja, je hoort het goed. De moederwitch gaan wij naar max level upgraden. Jongens, dat is bizar. Dat is bizar. En de reden dat ik dit doe is omdat ik een Book of Books moet gebruiken. Want in deze Pass Royale komt er weer een nieuwe Book of Books. En ja, ik dacht, dan moeten we een legendary doen. Ik ga gewoon een moederwitch doen. Ik heb 3 moederwitch dekjes die we kunnen gaan vlammen. Eerst moet ik nog wat extra tokens of kunnen we een legendary book? We hebben geen legendary book. Ja, dan moeten we de laatste legendary tokens gebruiken. Boom, 10 naar de moederwitch. Mooi. Dan upgraden we die naar level 13. En dan gebruiken we nu het Book of Books naar level 14. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. Moederwitch. Max level. Wie had dit voor... Oh nee, wacht, huis. Dan moeten we eerst nog upgraden. We krijgen eerst de kaarten. Moeten we nu nog upgraden? Nu is ze een level. Let's go, de moederwitch, boys. Dat niet veel mensen dit hadden verwacht. Maar ik zat er al een lang over een tijdje over na te denken. Ik heb bijna alle legendaries max level. Ik heb echt letterlijk... gaan trouwens Path of Legends. Ik moet nog de Night Witch. Ik moet nog de Sparky. Nou, die gaan we natuurlijk allebei niet doen. Dan moet ik nog de Lumberjack. Dat was ook nog een hele goede optie geweest. Daar twijfelde ik het meest tussen. En dan de Ram Rider. Ik had ook Royal Ghost kunnen doen. En dan de Ram Rider. En... dat is het volgens mij. Natuurlijk ook de Mega Knight, maar die heb ik wel op max level. Die kan naar max level, zeg maar. Die heb ik alleen nog niet geupgrade. Dus voor de kaarten die ik nog wel moet upgraden, waren het dus alleen die ik net opnoemde. Oké, dus Goblins voor onze Royal Ghost. Dat is een beetje Phantom with Fishy Boy in the Back. Die gaat hij namelijk, denk ik, niet rocketen. Lijkt me niet. Doen we de Phoenix hier zo. One shot. Nee, de one shot niet de Prinses volgens mij. Maar we hebben het al een keer eerder uitgetest. Oké. Heeft hij kanon of heeft hij... Oei. Selector speelt. Nee, is net niet op de lijn. Net niet op tijd. Nee, net niet. Helaas. Moeten we helaas de moederwitch doen. Anders sacken we hier een Dark Prince hit. En dat wil ik liever niet. Oké. Dat is een beetje jammer. Dan logt hij dit. Dan gaat hij misschien Goblin Barrel en Prins op de brug. Ik ga de Fisher Boy doen. Ik heb zo'n gevoel dat hij Prins op de brug gaat doen. En we hebben toch 10 elixir bijna. Goblins, Dark Prince. Dark Prince is dus zijn tank. Dan doen we de Royal Ghost hier in de back voor zijn prinses straks. Oké, droppen we dit hoog om zijn Dark Prince te pakken zo. Prima. Doen we dit. Oké. Ik denk dat ik dit moet laten gaan. Fisher Boy dan maar. Inderdaad, top. Dan doet hij misschien Dark Prince. Ik denk dat we RG in de back moeten gaan doen. Als hij Dark Prince doet, dan doen we Royal Ghost. Even kijken. Nee, oké. Okay, Royal Ghost hier in de back. Top. Of hij doet wel Dark Prince. Maar kunnen we nu eventjes... misschien rocket hij wel met Phoenix en is hij niet zo slim. Als er nu Barrel komt, dan... ja, dan ga ik alleen Electrospeer doen. Want dan hebben we meer elixir voor de counterpush. Dan hebben we meer elixir voor de counterpush. Oké, dit is het moment. Dit is het moment dat wij... met de RG komen. Kunnen we dit loggen? Super. We doen een nieuwe Phoenix. Super. Die Phoenix die chopt door die Dark Prince heen. Mooi, die Phoenixen, zeg maar. Lightningtje. Boom, boom. Moet hij dat loggen? Hebben wij gewoon weer een logge cycle? Top. Oké, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er goed uit. Royal Ghost een beetje meer in de back. Dan denk ik dat hij straks Goblins doet om de Royal Ghost... of om de Prinses te beschermen. En dan doen wij hoog... oh, dat doet dat niet. Oké, nou ja, doen we moederwitches nog. Want die gaat dan die Goblins pakken. Ja. Top. Yes. Ah, nee! Nee. Oké, wacht. Leidingetje, prima. Doe weer een ghost, denk ik. Duidelijke troll. Oh, nee. Oeh, net op tijd. Oei, oei, oei. Daar waren een beetje de problemen. Die Dark Prince gaat 1 hitje doen, oké. Dit ziet er wel allemaal goed uit. We mogen het niet verpesten, hè. We doen de Fishy Boy. We doen dit in de back. Oei. Hij heeft vuurbal en geen rocket. Vuurbal geen rocket. Oké. Gewoon leiding chip. Gewoon leiding chip. Boom. Boom.
Gewoon Lightning Chip. Hij vuurbal is trouwens heel goed voor Moeder Witch. Waarom heeft hij Moeder Witch al niet eerder gevuurbald? Oké. Zorg ervoor dat we Log in Psycho hebben. Yes. Top. RG. Hij heeft verloren. Kan niet anders. Hij heeft het sowieso verloren nu. Leidingje, hoppatee, let's go. Let's go, boys. Winnen het eerste potje met de Moeder Witch. Hij had vuurbal. En alsnog had hij geen kans natuurlijk. Had hij natuurlijk geen kans. Plus 30. Dat brengt ons op een positie. Dat ben ik helemaal niet aan het checken. Dan moet ik natuurlijk wel checken hoeveel we nu staan local. We staan op local positie 313. Oké. Dan moeten we hier even de mastery gaan unlocken van de Fishy Boy. Want daar spelen we ook niet veel mee. 2 Fishy Boys krijgen we nu gewoon hiervoor. Hè? Dat is gewoon 40k. Let's go. Dan gaan we nu het volgende potje. En dat is met deze. Het meest vervelende dekje. Nou, niet, ik wou zeggen, in de historie van Clash Royale. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dit is wel een dekje dat we altijd haten. Maar ja, je kan moeilijk de Moeder Witch gaan upgraden. En niet met dit dekje gaan spelen. Dit is gewoon het dekje. Het Moeder Witch vieze dekje. We komen tegen een goede speler. Oké. Nova Iran. Of volgens mij was dat de badge trouwens die ik kreeg als je... Nee, dat was niet de badge. Weer een Goblin Bell. We spelen niet met de arrow variant, we spelen met de vuurbal variant. Oh, ik had zo graag de arrow variant willen hebben nu. We spelen wel met een barbarrel, mag ik hopen. Doen we Gage in het midden. Ik hoop nu dat hij niet met een vuurbal variant logbait speelt, maar gewoon met een rocket variant. Ja, waarschijnlijk gewoon met een rocket variant. Droppen wij Fly Machine hier, gaat dat sowieso niet rocketen. Die timing is moeilijk of je moet echt ready er al mee staan. Doen we hier de vuurbal. Ja, hij is zo de lol. Ik heb zo vaak deze matchup gespeeld. Ik heb zo vaak deze matchup gespeeld, jongens. Ik weet dat dit gewoon niet te doen is in principe. Dus ja, dit is gewoon vervelend voor hem. Dit is heel vervelend voor hem. Heel vaak heb ik met Logbait gespeeld. Ik weet hoe vervelend het is. Maar ja, ik ben niet zo goed met het dekje natuurlijk van hem. Dus misschien kan hij iets waarmaken. Hoge prins op de brug. Daardoor doe ik nu Zeppies in het midden. Kijk eens aan, natuurlijk. Barbarrel is goed. Ik was een beetje bang of die barbarrel misschien misging, maar ging goed. Die barb gaat het overleven. Top. En dan denk ik dat we gewoon even een cage moeten doen. We moeten pas met de Royal Hooks komen in dubbel elixir. Ik denk dat dat pas in dubbel elixir slim is om te doen. Of nu gewoon om een beetje die zooi af te leiden. Ik denk dat we misschien nu al een beetje... Oh, we leiden echt letterlijk één speerkapot af. Oeh, en hij speelt Odos met Inferno-toren. Daar heb je liever niet. Je hebt liever kanon, denk ik, dan Inferno-toren. Dus ja. Ja, ik zie dit niet verkeerd gaan, zeg maar. Ik zie dit niet verkeerd gaan. We staan klaar met de zeppies als hij Goblin Barrel komt. We hebben geen Barbarrel in cycle. Oké, nee, 10 elixir. Dan doen we... Oh, nee, trouwens. Ik wil niet de recruits komen. Wat is het allervervelendste, jongens? Wat is het allervervelendste van het dekje? Het allervervelendste van het dekje is Royal Recruits. En wat daarachter? Flying Machine, inderdaad. Dus ik slim dat ik daar niet met mijn Royal Recruits kwam. Want dan had ik mijn Flying Machine was uit cycle. En die wil je in cycle hebben. Die wil je in cycle hebben als je met dit deck speelt. Even kijken. Let's go. We weten hoe vervelend die Flying Machine is. Hopla, hopla, hopla. Lekker damage doen. Hoppatee. Oeh, die prinses moet wel neer. Die gaat niet neer. Wil ik die vuurballen? Nee, die pik ik... Oh, die Fly Machine pikt hem al op. Top dat ik dat niet gevuurbald heb. Heel chill. Deze gaat wel gevuurbald worden. Super. Dan hebben we nu een normale barbarrel. Hij doet ze op de hoek. Dat doe ik ook altijd natuurlijk. Dat moet je ook doen. En nu zit die barb te tanken voor een hoge prinses. Voor mij heeft trouwens geen prins op de brug. Maar die barb tankt. Waardoor wij gewoon rustig de weer de Royal Recruits in de back kunnen gaan droppen. Moeten we eens aan deze kant... Eerst de Royal Hooks. Het is nog best wel vervelend. Het kan nog best wel vervelend zijn eigenlijk. Vuurbal ik wel eventjes te... Ja, ik zag dat het troll was. Ik zag wel dat het troll was. Even de Fly Machine op. Tik. Tok. Prins in de back, dat is niet slim. Oké, dan kunnen we nu rustig weer regroupen. En hij heeft volgens mij ook door inderdaad dat dat niet slim was. Want hij gaat gelijk in de avond met zijn knight. Maar wij kunnen nu regroupen. En dit gaat voor hem een hele pittige counterpush worden, denk ik. Yeah.
moeder weet zich ook echt voor. Nou, we moeten dan wel winnen, hè? Dat was wel een goede recruit. Dat was geen goede knight. Oké, let's go. Dit wordt hem. Volgens mij wordt dit hem. Volgens mij wordt deze pushen. Yes! Oh, die fly machine snijpt nog even die prinses. Die fly machine snijpte daar nog even de prinses. Dat was heel gunstig. Nou. Weer is de nou. Komen we er wel doorheen? Oh, de rechterkant. Kijk, die rechterkant. En de linkerkant ook. Oh, ja. Recruits. Nee, nog niet. Nog steeds niet. Oké, deze is volgens mij geen troll. Wel een troll. Die. Laatste kans. Ik zag het ook wel. Ik zat heel erg op de schaduw van de Goblin Barrel te luisteren. En ik zag het dus ook een kleine troll, maar niet helemaal. Ik vind het gewoon mooi. Ik vind gewoon mooi dat Log bij mij pakt. Helemaal prima. Geen probleem mee. Eindigen we het laatste potje met het allerbeste deck. En dat is namelijk dit deck. Want dit deck zag ik echt op de top 3 van de wereld staan. Het is een Skelking deckje. Walbrekers ook. En het is ja, best wel een apart deckje. Skelking, Zappies. Zappies en dus Moeder Witch. Om dus die vuurbalbeet een beetje uit te lokken. Maar waar komen wij tegen? Goblins. Niet weer tegen. Of komt het voor mij weer tegen Lopet? Nee, oké. Niet weer tegen Lopet. Gelukkig maar. En dus Miner. Dus ik vond het wel een leuk deckje eigenlijk. Ik weet alleen niet goed wat voor deck we nu tegen spelen eigenlijk. Even kijken. Gooi je ability maar op. De toren. Konden we weinig tegen doen. Oeh, die sneak. Die was wel lekker. Die was wel lekker. Oké, ja, dit is wel een hele fijne matchup. Ik wil niet janken om de matchups, maar dit is niet een chille matchup. Ontcirkel. Ik weet niet hoe dat gaat eigenlijk met de gold, maar pakt hij ze allemaal? Nee, die pakt ze niet allemaal inderdaad. Oké, top. Hij heeft nu geen kanon en cycle, dus we kunnen dit doen. Oh, rennen, balbreker. Ah, nee. Oké. Hij heeft rocket. Wacht, hij speelt met de execution, dus hij heeft rocket in plaats van vuurbal. Dat scheelt wel een klein beetje. Dat scheelt wel een klein beetje. Je hebt geen goblins en cycles. We kunnen nu Miner hier opdoen. En hopelijk die Excusion gewoon helemaal killen. Dat is zeg maar mijn doel hiervan. Alsjeblieft. Oké, nou ja. Jammer dan. Hoog, anders gaat hij naar de toren toe. Ja. Yeah. Zo. Vind je dat normaal, Kesriel? Vind je dat een beetje normaal? Ik vind dat echt niet normaal. Ik vind dat eigenlijk niet normaal. Ik vind dat eigenlijk niet normaal. Hoe komt dat, zeg maar? Hoe was dat, zeg maar, normaal, zeg maar? Oké, wacht. Golden Knight. Wat doet nou? Misschien is hij ability doet. Ja, kijk eens aan. Oh. Het is ook een kaartje. De Golden Knight is ook een kaartje. Het is ook maar een kaartje. Het is ook wel een rammer hoor. De Golden Knight. Ik wil nog een kans. Die Golden Knight. Die zou gewoon illegaal moeten zijn. Volgens mij is dat wel een goede speler. Dus het is verder niet heel erg. Ja, decent speler. Dit is niet legaal. Die Golden Knight. De ergste was toen hij van de rechterkant naar de linkerkant ging. En eventjes 1000 damage pakte aan mijn linkertoren. Vind je het normaal? Ik vind het niet normaal, Kresgaal. Dit vind ik niet normaal. Goblin Gang. Volgens mij killt een Goblin Gang. Volgens mij is letterlijk Goblins. Ja. Goblins zijn sterker tegen een Royal Ghost dan een Goblin Gang. Dat is best wel grappig om te zien.
Dit is ook altijd al wat ik een keer wou doen. Gewoon lekker die witch, of de Night Witch. Heerlijk om dat dan op deze manier te doen. Doen we dit en doen we dit. Voor als hij Zap heeft of Log of Barbell, dan wilt hij dat natuurlijk gebruiken op de Skarmie, inderdaad. Maar daardoor gaan we via de andere kant, want dan kan hij die Zap niet gebruiken op die. Droppen we de Zappies hier, want anders doet hij damage. En zitten we nu totaal niet lekker in de cycle, echt totaal niet. Dus we moeten nu eventjes deze push op ons af laten komen. Oei, hij lijkt net niet op, dat is echt wel ideaal. Maar dit gaan we wel winnen hoor, dit gaan we wel winnen. Maar het is nu even net vervelend. We zitten op 0 elixir te spelen. Als hij nu Battle Ram via de andere lane doet, hebben we alleen Skeleton Army. Dat zal hij dan zappen. Dus een Battle Ram andere lane, die moet ik accepteren op het toren en dan vuurballen, denk ik. Of, oh nou, we kunnen nu ook Skull King gooien. Ook even om die minions naar de andere kant te rammen. Daardoor deed ik hem niet erop. Oké, toppie. Ability. Zo, dat had ik nu graag een ability willen hebben. Wallbreakers op zijn lane. De Royal Ghost mag namelijk wel rammen via de rechterkant, maar niet via de linkerkant. Dan doen we Goblin Gang hier zo. Ja. Gewoon een beetje splitten. Yes. Oké, okay, top. Een beetje damage hier en daar splitten. Zou hij vuurbal hebben of zal hij... Ja, ik wist dat hij niet de tijd zou ermee zijn. Zal hij vuurbal hebben of zal hij poison hebben? Ik hoop dat hij natuurlijk poison heeft. Vuurbal is net wat sterker. Tegen onze Zappies, tegen onze moederwitch. Ja, natuurlijk heeft hij dan weer vuurbal. Oh, ik had hem niet... De Skull King had ik ook gewoon andere plek kunnen doen. Zodat die Barb niet een hit deed. Maar ik was bang voor de Magic Archer. Maar de Magic Archer was natuurlijk uit cycle. Oké. Ja, ik wist niet hoeveel damage die Skull King deed. De Pekka. Zagen jullie dat? Die Pekka snijpt gewoon. Letterlijk. Die Pekka. Snijpt gewoon letterlijk precies de twee walbrekers. Er zijn echt letterlijk duizend skellies eromheen. Maar nee hoor, de Pekka moet precies de twee walbrekers snijpen. Nou ja, deze keer niet. Hoppatee, hoppatee. En dat is de GG. Want dit gaat hij niet meer winnen. Hoppatee, zeppies erbij. Ja, dit is GG. Oké, dit was ook wel best een makkelijke match. Waarom hebben we zoveel moeite gehad? Waarom hebben we zoveel moeite gehad met dat potje? Dat was eigenlijk helemaal geen moeilijke match. Dit was echt totaal geen moeilijke match. We kwamen niet in de cycle. Misschien zou ik niet zo goed bij het dekje. Ik vind het trouwens wel een leuk dekje. Ik ga het dekje mee spelen. In ieder geval, hopelijk genoten video. Maar even kijken. Moederwitch max level. Super nice. Ik zie je in de volgende video. Maar even kijken. En tot dan eens.